humanity faces extinction. Unless we end this war now. Ik ga heel raar beginnen bij deze review, maar kun jij een nadeel noemen van Gears of War 2? Ja, dat we hem uit hebben gespeeld. Ja, inderdaad. Dat is een goeie trouwens. Maar in principe kun je weer verder online, multiplayer. Ja, ik persoonlijk hou daar niet zo heel veel van. Ik weet zeker dat het echt voor de meeste mensen wel de aantrekkingskracht van deze game is. Want ja, als je alleen al ziet hoe Gears of War nog steeds in multiplayer mode wordt gespeeld. Ja, ook. Maar het is ook heel vet gewoon. Echt, het werkt ook super lekker online. Geen lags en al die moves kun je mooi uitvoeren en ja, heerlijk gewoon. Ja, ik speel Gears of War voor het verhaal. Ik vond de een van het verhaal ook al leuk. Dit verhaal is nog veel groter, veel intenser, veel emotioneler dan deel 1 was. Wij hebben hem co-op met z'n tweeën helemaal uitgespeeld. Het werkt als een trein. Inderdaad. En wat een geweldig spel. Ja, inderdaad. Het zegt eigenlijk al heel veel dat wij 10 uur, of ja, het was eigenlijk 9 uur, achter elkaar hebben gespeeld. En toen was hij ook uitgespeeld dus. Weet je wat ik met deze game had? Het was echt een rollercoaster ride van het begin tot het einde. Je hoog tempo. Je kwam erin en het bleef maar doorgaan, Het was zo intens en zo vet. De stemmen zijn heel goed. De muziek trekt weer die opzwepende muziek. Nu vond ik de muziek nog mooier trouwens. Het was nog groter. Van Transformers. Ja, Steve Jablonski heet die volgens mij. Echt maar echt heel groot. Aan het begin van het spel heb je al een toespraak of een speech van een generaal. Oh, wat een mooi filmpje was dat. Echt, kreeg kippenvel. Serieus. Het ziet er weer heel mooi uit. Er zitten wel een paar nieuwe dingetjes in. Niet veel. Het is toch, maar dat vind ik ook geen slecht ding. Dat hij niet echt heel veel vernieuwingen heeft. En één leuk ding wat wel vernieuwd is, is dat je nou ook je tegenstander kunt pakken en als schild kunt gebruiken. En wat zelfs heel leuk is, dat je dat ook in multiplayer kunt doen. Yeah. Dus als jij en ik tegen elkaar speel, kan ik jou gewoon als schild gebruiken. En dan kun jij alleen maar toekijken hoe ik jou als schild gebruik. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Geweldig gedaan, inderdaad. En je hebt ook een paar finishing moves er weer bij. Echt vet. Als je druk heeft, bam, bam, hij ramt op die gast in het gezicht. Geweldig gedaan. Gears of War 2 is echt een top. Ik had al heel veel van deze game verwacht. Maar hij overtreft echt al mijn verwachtingen. Jij? Mij ook, serieus. Echt, wat een vette game. De studio heeft op ruim 250 verschillende onderdelen hebben ze veranderingen aangebracht. Dus ja, je kan zeggen op heel veel vlakken. Als ik probeer als neutrale speler te kijken, dan denk ik dat je heel veel vlakken eigenlijk niet eens zult merken. Omdat dat gewoon een mooie evolutie is van wat we al hadden. Dat houdt in grafisch nog wat mooier. De animaties nog wat beter, nog realistischer, vallen de spelers. Ik vind zelf het duwen en trekken als mensen naast elkaar lopen. Ja, dat ziet er grafisch gewoon echt fantastisch uit. Dus sfeermatig vind ik het een evolutie van wat we al hadden. Maar er zijn ook vlakken van die 250 punten die veel meer op het gameplaygebied liggen. En dat vind ik wel echt revolutionair. De engine die vorig jaar voor het eerst is geïntroduceerd binnen de next-gen consoles, die is doorontwikkeld. Bij Euro kon je dat al een beetje voelen. Lekkere, vlotte, vloeiende gameplay. Ja, en ik persoonlijk vind ik de gameplay dit jaar echt op een topniveau gekomen waar die moet zijn. En absoluut de concurrentie aan kan met Pro Evo. Dus ook mensen die gameplay altijd het belangrijkste aspect vinden, zullen denk ik voor FIFA kunnen kiezen wat mij betreft. En een van de dingen die ik in 2008 zelf irritant vond, was dat je niet altijd even goed de diepte kon geven aan je passes. Je steekpases, of je nou langer vasthield of wat korter, je had niet altijd het gevoel dat je de open ruimte op de goede plek de bal neer kon leggen en je mannetje daar naartoe kon rennen. Maar dat is volledig veranderd. Je kan veel meer diepte, veel meer lengte en korte ballen echt geven door harder of langer of korter te drukken op de knop die daarvoor is. En dat vind ik een heel groot verschil maken, omdat dat er namelijk voor zorgt dat je een hele vloeiende en precieze gameplay hebt. Dus je krijgt de bal gewoon op de plek waar je hem wil hebben. Je hebt ook het gevoel dat je veel meer sturing kan geven zelf aan de game dan dat je vorig jaar had. Ik vond het vorig jaar goed. Maar ik vind dat dit jaar echt wel een heel stuk beter. Dus online, vorig jaar hadden we al Beer Pro Mode, die ook later geüpdate werd, zodat je 5 tegen 5 online kon. Ja, dat is dit jaar 10 tegen 10. Alleen de keeper wordt nog door de kunstmatige intelligentie bestuurd, want ja, wie wil er nou de keeper zijn? Nee, dat is ook nog eens een keer technisch heel lastig om een keeper te laten besturen. Maar ja, 10 tegen 10, dat houdt in dat elke positie van het veld ingevuld kan worden door een speler. En dat iemand zijn voorkeuren en goede punten gewoon uit kan buiten binnen de game. Ben jij een keiharde verdediger, ga dan een beetje achterin staan en zorg dat er nooit een bal erheen komt.
Ben je meer die hangende spits die een beetje voorin blijft zitten? Ga je op die plek staan, dan kun je enorm veel lol beleven in je tegenstanders uitspelen. Dat wordt echt spectaculair, denk ik. En je kan dus je allerbeste goals opslaan. Je kan ze iets bewerken door ze nog wat mooier met verschillende camerastandpunten te snijden. Dus er is ook echt een editmogelijkheid. Die was er vorig jaar niet. Maar vervolgens kan je wel jouw favoriete goal op voetbalworld.com, sportsworld.com, kan je hem uploaden, op jouw profiel zetten en dan kan je hem ook aan je vrienden tonen. Of je kan hem zelfs via op Facebook en dergelijke neerzetten. Nou, EA komt dit jaar met heel veel nieuwe games uit. Wat is jouw absolute favoriet? Ja, dat is een hele persoonlijke keuze. Ik denk dat namelijk, zeker de games die er nu uitkomen, er zijn zoveel games, echt toppers, die dit najaar bij EA liggen. Ja, dat is gewoon persoonlijk van wat vind je leuk. Ik ben heel erg een sportsgamer, dus ik moet het toch bij FIFA houden. Ik denk dat FIFA absoluut voor mijn persoonlijke topper gaat worden, omdat hij zo lekker speelt. Ik denk dat ik daar uren online door ga brengen. Sometimes it's amazing how far you can get in life. Needs to know the difference between lives saved by destroying the lives of others. Agent Redfield saw the worst of what mankind is capable of. In turn, he exuded the best. Bravery, sacrifice, valor. It is a great honor that I now present this medal Christopher Redfield, with the gratitude of a nation and the world. Thank you. It is indeed an honor to accept this award. I would not be here if it was enough. I want to thank you all so much for attending. Thank you, and good night.